Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van mei laten zien. De maanden gaan de laatste tijd zo hard. En we zijn er weer toe aan een nieuwe maand. Dus dat betekent dat ik weer eventjes met jullie de producten die ik fijn vond van mij even ga doornemen. Ben jij benieuwd welke producten ik nou heel erg fijn vond van de maand mei? Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met de Luxe Chrome 2-in-1 Base & Top Coat van Catrice. Dat is deze. Dit is een topcoat die werkt samen met Luxe Chrome producten. Deze is op water gebaseerd, heeft een normale applicator. En deze kun je dus zowel onder je nagellak aanbrengen als er overheen. Je kunt eigenlijk, voor jullie is het niet heel goed zichtbaar, maar als ik hem zo zie kun je al heel goed zien dat deze op waterbasis is. Deze werkt samen met de Liquid Silver Effect Full Polish Effect Polish. Deze, daar hoort dus deze Base & Top Coat bij. Die werkt dus met dit product. Maar ook met de poeders met de Nail Powder Kit. Dus daar is deze Base & Top Coat eigenlijk voor bedoeld. Dus je kunt hem natuurlijk ook gewoon gebruiken. Maar ik heb hem wel echt gebruikt in combinatie met de producten die ik net liet zien. En ik vond hem echt wel heel goed. Hij gaf een mooie glans. Dat hij op waterbasis is, glans hij net wat meer. En dat vond ik gewoon heel erg fijn. Dus dit vond ik echt een hele fijne Base & Top Coat. Dan heb ik van Essence de Holobow Sparkle Stick. En dat is deze. Dit is een stick. Deze heeft de naam 10 Sparkles in Your Life. En dit is eigenlijk een highlighter stick die je dus kan aanbrengen. Ik zal hem even laten zien. Hij ziet er zo uit. Je kunt hem omhoog draaien door middel van het draaimechanisme aan de onderkant. En je hebt gewoon een hele mooie highlighter stick. Ik gebruik dit soort producten altijd onder mijn foundation. En zelfs met foundation eroverheen bleef de stick gewoon heel erg mooi zien. Je kunt er ook voor kiezen om hem bijvoorbeeld wel over je foundation heen aan te brengen. Maar dan zou je het beste met je vinger kunnen doen door hem meer op te deppen. Maar ik vond dit wel een hele pigmentvolle stick. Ik ben normaal niet zo'n heel groot fan van sticks. Maar deze die heeft mij wel echt verrast. Eigenlijk, want als je hem gewoon heel mooi terugziet onder je, zelfs onder je foundation, ben je voor mij echt een topper op het gebied van een stick. Ik vind het ook heel erg leuk dat ze holo-effecten hebben gebruikt in de letters. Ik denk dat dit voor jullie niet heel goed zichtbaar is, maar de verpakking ziet er ook leuk uit. Dus ik vond dit een hele fijne stick. Dan heb ik van Catrice een Glam & Doll Super Black Liner. Dit is een waterproof eyeliner. Deze blijft 16 uur te blijven zitten. Nou, ik test dit nooit 16 uur, dus dat kan ik je niet vertellen of die ook daadwerkelijk 16 uur blijft zitten. Maar het is een hele fijne eyeliner die je heel fijn kunt aanbrengen. Heeft een beetje een kegelvormige punt. Ik zal hem even wat beter laten zien aan jullie. En je kunt er dikke lijnen mee zetten, maar ook dunne lijnen. Je kunt er eigenlijk best wel veel kanten mee op. Hij is intens zwart. Ik vind dat altijd echt een pre bij een eyeliner, dat een eyeliner intens zwart is. Omdat ik heel erg van zwarte eyeliner houd, vind ik het ook fijn als hij gewoon heel mooi donker is. En ik ben sowieso vaak wel fan van die producten uit de Glam & Doll lijn. En ook deze eyeliner is zeker heel erg fijn. Ook fijn dat hij waterproof is. Ik hecht daar nooit heel veel waarde aan. Want als een eyeliner niet waterproof is, gebruik ik hem ook. Maar net op de dagen dat het bijvoorbeeld regent en je moet naar buiten. Of in de zomer, als je veel zweet, is het fijn om een waterproof product te pakken. En ik vond deze gewoon heel erg fijn werken. Dan heb ik twee long-lasting liplosjes van Dragon. En deze komen van AliExpress. Dat zijn deze. Ik heb hem in nummer 25, dat is de roze, en nummer 36, en dat is de rode. Het zijn matte lipglossjes, dus ze drogen mat op. Ze blijven goed lang zitten. Ik zal even een applicator laten zien. Ziet er gewoon zo uit, heel basic. Het pigment is echt fel, vooral die roze vond ik heel erg fel. Die droogt ook het snelste mat op. De rode die geeft nog een soort van glans, maar uiteindelijk als je hem heel lang laat zitten, droogt die ook mat op. Ik kom even niet meer uit mijn woorden. Ze blijven ook inderdaad echt de hele dag door goed zitten. En dat vind ik zelf altijd heel fijn bij lipproducten.
Ja, de verpakkingen, ze zijn rond aan de onderkant, dus je kunt ze niet neerzetten. Maar ik vind het er wel leuk uitzien. En ja, ik ben eigenlijk super tevreden over deze lipglossjes. De namen zal ik nog even opzoeken. Mocht ik die vinden, zal ik die hieronder ook even neerzetten. Of de kleuren ook echt een naam hebben. Want met letters kun je niet zo heel erg veel. Maar volgens mij hadden ze niet echt namen. Maar ik ben super tevreden over deze twee leuke lipglossjes. Dan heb ik een mascara van Catrice. En dit is de Pret A Volume False Lashes Mascara in Deep Black. Heeft deze verpakking. Ik heb al eerder een keer een mascara uitgetest van de Pret A Volume collectie. En die had gouden details. Deze heeft paarse details. Komt denk ik niet heel goed op de camera over. Maar een hele fijne mascara. Heeft ook de naam 010 Deep Black. Ik zal even de borstel laten zien. Hij heeft namelijk een gebogen borsteltje. Ik vind het zelf altijd heel erg fijn. Deze is ook niet van plastic gemaakt. Dit soort borsteltjes ga ik zelf altijd heel goed op. Als er zo'n boogje in zit, vind ik ook dat je heel erg mooi de wimpers zo van bovenaf kunt kleuren, zeg maar, met de mascara. En dat vind ik heel erg fijn. Je krijgt echt wel heel veel volume. Het false lash effect zag ik niet heel erg terug. Maar ik denk dat je dan zo'n intense laag moet aanbrengen, dat je dat echt wel kunt creëren. Alleen ik ben vaak naar 2-3 laagjes heb ik het gehad. Omdat je wimpers er ook best wel hard van worden. Maar omdat hij echt wel veel volume gaf, ben ik wel heel tevreden over deze hele toffe mascara's. Ik hoop eigenlijk dat ze nog meer van dit soort mascara's gaan uitbrengen bij Catrice. Want ik ga hier eigenlijk gewoon heel erg goed op. Dan heb ik een lipliner van Essence. En dat is de Soft Contouring Lip Liner. Dat is dit liplinertje. Met een, ja, een beetje een peachy kleur. Deze heeft ook de naam. Heeft hij een naam? 01 Peachy Keen. Het zijn wel wat zachtere kleuren. Het is wel een potloodje dat je zelf moet bijslijpen. Ik heb altijd wel zelf liever potloden die je omhoog kunt draaien. Maar deze moet je gewoon slijpen. De kleur is gewoon vrij zacht. Mooi peachy. Ja, eigenlijk voldoende pigment. Heel mooi om te combineren met een nude lippenstift. Daar moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd niet meer zo van de nude kleuren ben op de lippen. Maar ja, als ik het een keer draag, vind ik het fijn dat ik nu ook een mooie nude lipliner heb. Maar ja, op zich, je kunt er gewoon, ja, je zou ook je lippen ermee in kunnen kleuren. Maar dat is iets wat je zelf ja, moet willen. Ik hou er zelf niet zo heel erg van. Maar ja, ik vind het zachte kleurtje wel leuk. Ondanks dat het op dit moment niet heel erg mijn ding is, vond ik dat hij gewoon een goede pigmentatie had. Dan heb ik van Catrice deze Fix & Care Spray. Dit is op het moment een limited editie die in schappen ligt. En dit zijn sprays die je kunt aanbrengen nadat je je gezicht gereinigd hebt. En ook nadat je je make-up hebt aangebracht om het te fixeren. Het bijzondere aan deze Fix & Care Spray is dat je een geurtje in de spray hebt zitten. Normaal ruiken die sprays niet echt heel erg aangenaam, vind ik persoonlijk. Maar deze ruiken wel lekker. Dus je zou eigenlijk, als je deze gebruikt, ook al geen parfum meer nodig hebben. Nou, ik draag altijd wel parfum, maar het zou kunnen. Ze zitten wel in glazen flesjes, dus ik vind het niet echt heel erg geschikt om ze mee te nemen. Maar het geeft wel een leuk effect. Ze hebben ook een normale verstuiver, dus er komt niet heel veel product in één keer uit. Ik ruik hem nu niet. Ik heb er wel mee gesprayed, maar dit is de 05 Blossom. Dat is een beetje een roze kleurtje en deze ruikt ook heel lekker. Eén ding, gebruik ze alsjeblieft niet bij je lippen, want dat is heel erg vies. En ik heb hem ook in de 06 Silk. En dit is een beetje een paarse kleur. Je hebt volgens mij 8 verschillende. Dus er zijn 8 verschillende geuren. Dus ik denk dat er voor iedereen wel een geur bij zit die je lekker vindt. Dus dit zijn deze spreetjes. Dan heb ik een highlighter van MUA, oftewel Makeup Academy. Dat is deze Shimmer Highlighter Power. Ik heb ooit al eens een highlighter geprobeerd van MUA. En die vond ik heel erg fijn. Dit is de kleur Radiant Cashmere, staat achterop. De verpakkingen zijn wat vernieuwd, maar het is een hele mooie, een beetje een highlighter met een gouden ondertoon. Dit is hem. Hij heeft een heel erg mooi patroon ook in gepakt.
bakken, zeg maar. Vind ik er heel erg mooi uitzien. Ja, een hele mooie highlighter met voldoende pigment. Ik vind de doosjes ook altijd wel leuk eruit zien met zo'n transparante deksel en zo'n witte onderkant, zeg maar. Ik vind het hele fijne highlighting powders. Je hebt heel veel verschillende bij MUA. Maar dit kleurtje vond ik ook zeker heel erg mooi. Het is ook een lichtgewicht powder. Dus je hebt ook niet zo heel veel nodig om al highlighting te creëren. Maar hij is lekker shimmerig. Er zit ook een glittertje in. Ik hou er wel heel erg van. Dan heb ik een Highlight Blush 5 Color Palette. En deze is van de Skyline Beauty. Dit is gewoon eentje die van de Action komt. Achterop staan de kleuren. Je hebt 3 blushes, 2 highlighters. Er staat nog een ingrediëntenlijst op. En ook een waarschuwing voor hoe je de folie van je spiegel kunt halen. Want ja, aan de binnenkant zit een spiegel en hier zit dus altijd folie op bij de Action. Die kun je dus afhalen. Ik laat het meestal zitten omdat ik die spiegels eigenlijk nooit gebruik. Er zit een klein borsteltje bij, kwastje. Ik gebruik dit zelf nooit. Maar als je niet genoeg kwast hebt, is het fijn. Ze zijn wel wat poederig, ze geven wat fallout. Maar ze hebben echt wel heel veel pigment. Ze hebben ook een leuk patroontje in de poeders gemaakt. Je hebt een wat donkerdere blush, een wat lichtere en een nog wat lichtere. Ik raad je ook echt aan om de poeders even goed af te tikken van je kwast. Want anders dan heb je echt ineens heel veel poeder. De highlighters zijn ook heel mooi. Ik vond deze vooral heel erg mooi, maar deze mag er ook zeker zijn. Hele mooie kleuren. Ja, het is een heel low budget palet, maar ik hou ervan als zo'n palet gewoon heel erg goed is. Ik moet ook echt zeggen dat de Action gewoon zo verbeterd is met zijn make-up producten. En ook die paletten zien er mooi uit. Zo die skyline van, volgens mij is het New York, zie je zo hier op de achtergrond. Echt super leuk gedaan. Echt een heel erg leuk palette. Dan ben ik nu bij de oogschaduwpalettes. Ik heb ze eigenlijk gewoon een beetje door elkaar gedaan. Maar ik heb nu dus nog 3 oogschaduwpaletten die ik aan jullie wil laten zien. En allereerst is dat eentje van Cartrice. Dat is de Fresh Nude Collection. Deze oogschaduws die ken je misschien wel. Je hebt ze ook al wel vaker in mijn video's voorbij zien komen. Dit is de 010 Newly Nude. Achterop altijd een kleine tutorial waar je de kleuren kunt aanbrengen. Er staat ook echt bij van nummer 1 is highlighter. Nummer 2 is een light medium shade. Nummer 3 dat is een dark shade. Nummer 4 is een contouring. Hun doen het altijd weer iets anders dan hoe ik het doe. Maar goed, dat maakt niet uit. Mooi paletje ook met die gouden details. Zo ziet er echt super top uit. Bij deze paletten heb je altijd een light en een sculpt kleur. En dan heb je nog 7 gewone kleuren. Het zijn een beetje, het zijn nude kleuren, maar je ziet ook wel wat oranje en wat donkere kleuren. Heel veel pigmenten heeft dit paletten. Hele mooie kleuren. Je kunt er echt hele mooie looks mee creëren. Ik was er zelf heel erg verbaasd over hoe het pigment was en wat voor mooie look je hiermee kunt creëren. Ik vind het echt hele fijne paletten van Cartrice. En dit is ook echt weer een hele mooie met veel pigmentatie. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Essence. En dit is een wat grote palette. Dit is het Yes I Can Natural Look Eyeshadow Palette. Hij zit in een doosje. Ik ga hem er even uithalen, want dan kan je het palette zien. Zo ziet dat palette eruit. Zoals ik al zei, met grote paletten. De achterkant is trouwens gewoon hetzelfde. Er zitten 24 oogschaduwkleuren in. En de ingrediëntenlijst staat hier achterop. Dan gaan we het palette openmaken. Dan zie je hier ook een... Er zit een blaadje op. En we hebben weer een spiegel. Dit zijn de kleuren. Ze zijn zo mooi. Alle namen staan er ook onder. Vind ik zelf altijd heel erg leuk. Er zit nu een haar van mezelf aan. Ga eruit. Ze zijn wel poederig. Maar dat is altijd een goed teken voor het pigment. Ik vind het echt heel erg leuk. Ze zeggen naturel kleuren, maar er zitten ook echt wel wat donkere kleuren in. Het is echt een variërend palette. Ik zie goud, ik zie rood tinten, maar ook wat paarse tinten, bruin tinten en echt wel nude tinten. Ik vind het echt een prachtig palette, ondanks dat hij nu wel helemaal onder de poeder zit. Doordat de poeder wat afgeeft, maar echt een heel erg mooi palette. Volgens mij is deze niet in het standaard assortiment, want ik heb deze
een keer rond de kerst, afgelopen kerst heb ik dit paletten gekocht. Maar ik vind hem echt super tof. En het allerlaatste oogschaduwpaletten is van I Heart Makeup. En is het Chocolate Rosé Gold paletten. Achterop staan de kleuren. Het doosje ziet er ook heel mooi uit. Het rosé gouden. Ja, kleur die nu lekker aan het schijmeren is. Het jammere was wel dat toen ik dit oogschaduwpalet opende, dat hij al een gebroken oogschaduw had. Zo ziet hij eruit. Dit is, hier ga ik zo goed op mensen. Zo, die mooie rosé gouden kleur. Echt zo dit bruin. Nou, hartstikke leuk. We hebben weer een blaadje met de kleuren. Bij dit palet zit ook nog een dubbelzijdige sponsapplicator. Nou, hij is wel lekker poederig. Deze kleur die was bij mij gebroken, dus die heb ik gemaakt. Die heb ik zelf gefixt. Waardoor ik nu weer gewoon een heel palet heb. Maar je ziet wel dat hij niet zo vol is als de andere. Dit zijn de kleuren. Oh, het ruikt zo lekker naar chocolade. Hele mooie kleuren. Weer zoveel pigment. Echt, je ziet wel goed waarin ik heb gedipt. Maar dat is altijd met deze palettes. Omdat ze gewoon super pigmentvol zijn. Ja, ik word gewoon heel erg blij van deze palettes. Ik ga hier nog steeds goed op naar al die tijd. Ze brengen ook steeds weer nieuwe uit. Dus ik ben ook elke keer weer benieuwd naar de nieuwe kleuren. Maar dit is echt ook weer een van mijn favorieten. Want wat een mooi toppaletten is dit. Dan waren dit alweer alle favoriete producten van mij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jullie het leukst vonden om te zien. Misschien heb je zelf een product hier uitgeprobeerd of heb je zoiets gehad. Hier zit een product bij waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben. Ik ben weer heel erg blij dat ik nu alles lekker in mijn stash kan gaan doen. Want het is gewoon altijd weer leuk om de producten dan nog vaker weer te kunnen gaan gebruiken. Omdat als ik een product heb getest, stop ik ze gelijk in het doosje. Zodat ik weet, oh ja, dit vind ik een fijn product of dat vind ik een niet fijn product. Ik heb daar een heel systeem in. En dan altijd einde van de maand is het leuk als ik alles weer in mijn stash kan terugstoppen. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dan mis je geen enkele video meer van mij. Druk ook even op dat belletje, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Abonneren kan trouwens ook via de ronde button waar mijn gezicht op staat. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van mijn nieuwste video's. Hoop ik je gewoon bij een volgende video te zien. Doeg!